Ja, nou ja, op zich had ik niet echt een slechte dag. Ik had ook niet echt een super dag, maar ja, een paar keer eigenlijk toevallig een beetje op de verkeerde positie. Een moment in ieder geval in het begin dat ik dacht dat het nog niet super hectisch en noodzakelijk was, zat ik eigenlijk een beetje bij Cancellara en Sagan in de buurt. Het was er een valpartij ervoor en ja, daarmee brak eigenlijk de hele koers los. En ja, toen zaten we een beetje achter de feiten aan te rijden al. En eigenlijk op het moment dat Sagan en Cancellara aangaan en weer naar voren rijden, zat ik ook net verkeerd, kwam ik net niet goed uit. Ja, toen zat ik ook weer niet op de positie om mee te gaan. Dus op zich had ik wel redelijk goede benen, maar ja, kwam elke keer net niet uit. En toen waren we eigenlijk weer een beetje op weg terug. Ik had het idee dat we terug aan het komen waren op die groep daarvoor. En ja, toen was die valpartij met Cancellara en zo. En ja, daar stonden alle auto's achter en dan moesten wij ook helemaal stilstaan. Toen was het echt gebeurd. Ja, het was de laatste 140 kilometer enorm nerveus. Veel valpartijen, veel gedoe. Het zal ook gewoon een kwestie van geluk hebben. Dat je, ja, je weet niet waar je moet zitten, want overal kan iets gebeuren. Ja, ja, inderdaad. Het is altijd makkelijk zeggen, je moet altijd vooraan zitten. Maar, ja, soms ja, vooraan vallen ze ook, hè? Vooraan vallen ze ook, inderdaad. Ja, dat heb ik in de Ronde van Vlaanderen ook meegemaakt. Waar ik bij de eerste 15 zit en toch val. Dus ja, gelukkig ben ik zelf niet gevallen, dus dat scheelt al wel. Maar ja, wel achter valpartijen gezeten. En ja, dan heb je inderdaad wel een beetje geluk nodig, denk ik. Hoe was het hoofd? Want de benen mogen goed zijn. Het hoofd was ook nog een themaatje deze week. Ja, inderdaad. Nee, gelukkig is dat helemaal goed gegaan. Zondag nog echt last van, maandag een beetje. Eigenlijk was het dinsdag zo goed als over. Ja, was het wennen, zo zonder dekenkop op deze wedstrijden. Vorig jaar stond je daar te juichen op het middenterrein. Hier met de ploeg uiteindelijk, ja, kon je geen overall spelen. Nee, nee, inderdaad. Ik denk dat we als ploeg behoorlijk goed meegedaan hebben. Ik denk twee man niet bij de top 20 en ik denk dat ik er net buiten zit. Ja, op zich denk ik in de breedte gewoon goed meegedaan. Maar ja, je merkt inderdaad dat we die echte kopman missen. En, ja, dan denk ik dat we wel duidelijk allemaal ons niveau halen. Alleen we missen die afmaken. Ja, dat was het eerste blok voor jou dit seizoen. Hoe gaat het verder? Ik verleng het eerste blok nog een heel klein beetje met Brabantse Pijl woensdag. En dan neem ik heel even een korte vakantie. En daarna dan begin ik weer volop. In principe in de voorbereiding richting de Tour. En ik begin met Yorkshire.